eerste prijs van The Voice of Almelo gaat aan Julia Beel. Hoe voelt dat, na zoveel keer meegedaan te hebben? Dat voelt wel heel goed, ja. Want voor u zomaar de eerste prijs gewonnen? Ja, zeker. Dat was zeker bijzonder. Had ik niet verwacht, nee. Maar u heeft wel eerder meegedaan? Ja, ik heb nu... Dit is de vierde keer dat ik meedoe. Ja. Dus u heeft al enige ervaring. Ja. Maar en nu uiteindelijk dan de kroon op het werk. Ja, ik ben wel echt super blij. Ik had het echt niet verwacht. Was het moeilijk om een liedje te kiezen dat bij jou en bij jouw stem past? Ik had er wel moeite mee. Ik vond het wel lastig om een lied te kiezen, want ik vind zoveel liedjes leuk, zeg maar. Maar ik bleef gewoon een beetje bij mijn eigen genre. En ik dacht, nou, ik doe gewoon dit liedje. You have been loved. Ik ben Arjan de Vries, ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Almelo. Wat er absoluut moet veranderen in Almelo is de situatie waarin kinderen die in armoede opgroeien in Almelo zich bevinden. Dat is een situatie die wij onhoudbaar vinden. 1 op de 6 kinderen in Almelo groeit op in armoede. Ik wil dat dat absoluut verandert. Dus als je kijkt van waar willen wij over 4 jaar staan, dan moet die situatie drastisch verbeterd zijn. Dat is een van de punten, tegelijkertijd speerpunten voor onze fractie. Voor deze periode hebben wij 3 speerpunten centraal gesteld. Kinderen heb ik al genoemd, kinderen in armoede. De 2 andere punten zijn de ouderen die in eenzaamheid in de wijken, achter de voordeur, in de straten, hun oude dag slijten. 1 op de 3 ouderen, moet je voorstellen, voelt zich sociaal of emotioneel alleen, eenzaam. En dat is iets in een Almelo die toch bekend staat om een soort heel eigen noorbeschap. Mag dat eigenlijk niet, dat rijmt niet met elkaar, dus dat mag niet gebeuren. Wij willen ook dat de sociale wijkteams op een heel andere manier de ogen en oren worden van de ouderen. Dat moet ik anders zeggen. Wij willen dat de sociale wijkteams, de wijkcoaches, ook het soort aanmeldpunt zijn dat zij gaan opsporen waar die ouderen zich bevinden. Dus dat is zeg maar het begin. Misschien moet er wel verplicht, het klinkt raar, maar misschien moet er wel een gesprek zijn met alle ouderen boven een bepaalde leeftijd, dat er jaarlijks een gesprek plaatsvindt. Zodat je ook beter in de gaten, in de haarvaten krijgt waar eventueel problemen ontstaan op het gebied van eenzaamheid. Van ouderen. Dus dat is het tweede punt. Ja. Het derde punt wat voor ons echt een ding is, is schone lucht. En daarmee bedoelen we eigenlijk een gezonde leefomgeving. Het is wat ons betreft 1 minuut voor 12. Als je kijkt naar hoe Almelo, zeg maar, ook door dit college gewoon niet opschiet. In het nemen van maatregelen, het treffen van maatregelen, bijvoorbeeld voor de opwekking van grote kleinschalige energieparken bijvoorbeeld, maar ook de gebouwen van de gemeente, scholen, de ISPA, misschien op dit dak hier wel. Het moet een veelvoud van dingen zijn. Het is niet alleen een zonnepark. Wij willen graag een zonnepark realiseren in de Noordflank, daar waar buur Twenterand het aan de andere kant van de gemeentegrens al heel makkelijk heeft gerealiseerd, die planvorming. Ik denk, nou, dan moeten Almelo dat minstens ook kunnen. En een eens zo groot zonnepark realiseren, waarmee we ook, zeg maar, de beurs van de inwoners van Almelo kunnen laten meeprofiteren. Dus dat is, als je het hebt over duurzaamheid, schone lucht, is een punt waarvan wij vinden, dat moet absoluut de komende 4 jaar geen haast krijgen, maar superhaast. Rudy van der Linden. Hoe wordt voorzitter?
Het is de bedoeling dat u eerst een aantal jaar gewoon meedraait als stembureaulid, waar je zich gewoon bij ons voor kunt aanmelden. We kunnen altijd mensen gebruiken. Nou, heeft u dat een paar keer gedaan en het bevalt u wel, dan kunt u zich aanmelden voor stembureauvoorzitter. Dan verwachten we wel iets meer van u, dat u goed kunt organiseren, overzicht kunt houden. Want ja, u zit er op dat moment als heel belangrijk persoon. U bent gewoon de voorzitter daar. U bepaalt in grote mate wat er allemaal gebeurt op het stembureau. Dus u moet wel wat van aanpakken weten. En u moet leiding kunnen geven aan de mensen van het stembureau. En u moet het natuurlijk ook leuk vinden. En het is een lange dag, dus u moet u ook goed tegen kunnen. Ik hoorde net van sommige mensen van 6:30 tot 3:00 's morgens. Ja, dat klopt. Ja, 6:30 moeten ze hier de spullen ophalen. Dus de stembiljetten en het negatieve kiesregister, wat allemaal noodzakelijk is. Daarna gaan ze naar het stembureau om alles in te richten. Dus om 7:30 het stembureau open gaat, hebben ze al een uurtje ruim opzitten. En om 9:00 als het stembureau dicht gaat, dan moeten de stemmen geteld worden. En dat is altijd een heidens kawaii, ja. Ik heb gehoord dat je niet gescreend wordt. Nee, we hebben geen screening. Zoals voorzitters zijn natuurlijk al wat ervaren leden. We vragen ook altijd wel aan voorzitters, hoe is het gegaan op het stembureau? En daar dat doen we wel wat mee natuurlijk. Het moet wel zo zijn dat we betrouwbare mensen er hebben zitten. Het stembureau lid zit nooit alleen. Er is altijd minimaal een voorzitter en 2 leden aanwezig. Vaak zijn er meerdere leden tegelijkertijd aanwezig. Dus daar bouwen we op. Ja. Zijn er wel eens problemen op een stembureau? Nee, we hebben niet echt problemen gehad. Natuurlijk hoor je naderhand wel liever van, goh, ik werk niet zo fijn samen met die. Kan die misschien, bepaalde combinaties komen soms niet echt lekker uit. Mensen kunnen dat aangeven en dan proberen met de volgende verkiezingen rekening mee te houden. Dat mensen vooral wel een goede dag hebben. Je hebt ook stembureauleden die zeggen, oh, we willen graag weer met hetzelfde groepje zitten. Nou, als dat een groepje is wat goed functioneert, dan houden we dat ook zo, voor zover het kan. Als stembureauvoorzitter maakt het niet uit wat voor kleuren je hebt. Het is juist de bedoeling dat je daar neutraal bent. Je zit als voorzitter van het Centraal Stembureau. En je bent geen persoon van de partij op dat moment. Daarom hebben we ook geen mensen erin zitten van de politieke partijen. En zeker geen mensen die op de lijsten staan. Maar die mensen hebben natuurlijk wel een voorkeur. Mensen hebben wel een voorkeur, maar op dat moment ben je daar neutraal. Je bent daar namens de gemeente. Je bent daar niet namens een partij. En je mag ook geen kleding aan hebben van partij X of Y of Z. Mensen moeten ook zich aan houden en niet geen uiting geven aan hun politieke kleur. Zijn er wel problemen met de kiezers? Niet echt problemen. Je wil kiezers die bepaalde vragen stellen of die misschien inderdaad wel willen flyeren voor hun partij. Nou, we hebben zoals een presentatie hebben uitgelegd vandaag duidelijk gemaakt. Dat mag niet. Je mag niet in het stembureau nog campagne voeren. Daar heb je nu ruimschoots de tijd voor tot de verkiezingsdag. En dan kan dat niet meer. Inderdaad, mensen die echt hulp nodig hebben, die mogen geholpen worden. Natuurlijk hou je als stembureau, moet je wel in de gaten houden van, gaat die hulp wel goed. Als je al het gevoel hebt van, dat klopt misschien niet, dan moet je op dat moment als voorzitter en als stembureaulid zeggen van, zullen wij eventjes de kiezer gaan helpen. Ik ben Edith van den Ham. Ik zit sinds 2014 in de gemeenteraad van Almelo voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de VVD. Ik vind zelf dat het vertrouwen van de inwoners in Almelo in de gemeente en de gemeenteraad is heel, heel laag. Op het moment hebben de mensen niet het idee dat de gemeente echt wat voor ze doet. De vraagstukken die zij bij de gemeente en ook de gemeenteraad neerleggen, vinden zij niet altijd voldoende beantwoord. En dat is toch een thema wat ik heel graag zou willen oppakken om de inwoners van Almelo weer dichter bij de gemeente en de politiek te brengen. Ja, de VVD roept ook al de afgelopen 4 jaar en eigenlijk al wel langer dat het financiële boekje weer op orde moet zijn. Want enkel als we dat hebben, kunnen we ook andere keuzes gaan maken. En een van die keuzes, wat meteen onze nummer 2 is, is 2 uur vrij parkeren in de binnenstad. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar hard bevochten. Het is er helaas nog niet doorgekomen. Maar ook als we die financiën wat verder op orde hebben, dan zijn dat ook keuzes die we dan echt kunnen maken. De VVD gaat zich sowieso hard maken voor 2 uur vrij parkeren. Ja, dan wil ik toch die 2 belangrijke punten aanhalen. Ik hoop dat ik, doordat ik in de raad, de raad zit, in ieder geval VVD in het college, toch wat meer vertrouwen kan geven aan de inwoners van Almelo, dat we echt wel doen wat ook zij vragen. En het parkeerbeleid gaat op de schop. Ben Kamphuis, we staan hier vanavond bij de uitreiking van de Europa-ren Gelden. Kun je er iets over vertellen waarom we hier vanavond zijn? Wij zijn hier vanavond omdat wij, met wij bedoel ik de Almelopers,
in 2017 weer een doorkomst hebben georganiseerd voor de Robberen. En bij die doorkomst hebben we in de verkiezing Robberunnerstad op de route Hamburg-Rotterdam de tweede prijs gewonnen. En met die tweede prijs, daar hangt een geldbedrag aan van 25.000, wat wij in Almelo mogen verdelen onder goede doelen die zich bezighouden met de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. De Robberun, kan je er iets meer over vertellen? Robberun is een estafetteloop van Hamburg naar Rotterdam met het doel om geld in te zamelen voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Er doen jaarlijks zo'n 330 teams aan mee. De totale afstand is ongeveer 75 kilometer. Welke organisaties komen daarvoor in aanmerking? Vanavond, ja, nou, dat zijn dus inderdaad de organisaties die zich in Twente en dan met name ook in de buurt van Almelo bezighouden met de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. En we hebben vanavond 3 goede doelen die we blij kunnen maken met een bepaalde gift waar zij spullen voor kunnen aanschaffen om hun werk wat te kunnen vergemakkelijken. Kan je daar nog iets dieper op ingaan? Ik kan de doelen wel noemen. Dat is het inloophuis in oprichting voor kankerpatiënten krijgt vanavond een cheque om een aantal spullen aan te kunnen schaffen en om ook een stuk extra bekendheid te kunnen genereren. ZGT krijgt geld voor 2 hoofduitkoelers. En dan is er nog de Stichting Mee die een cheque krijgt om een paar koffers te kunnen aanschaffen waarmee ze bij gezinnen hulpmiddelen in hebben zitten om mensen te kunnen helpen. Dat zijn allemaal hele mooie middelen. Bedankt voor je toelichting. Graag gedaan. Ik sta hier bij Maaike ten Duis. Jij bent de nieuwe coördinator voor het inloophuis wat er gaat komen. Ja, dat klopt inderdaad. Er komt een nieuw inloophuis, ZGT Almelo. We willen voor de zomer willen we open. En we zijn nu druk bezig met de voorbereidingen. Jullie krijgen een bedrag van de Europa Run. Kan je uitleggen hoe blij jullie daarmee zijn? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want zonder dat bedrag hadden we natuurlijk niet kunnen bouwen. En we hebben nu een bedrag, we krijgen nu een bedrag waar we echt de boel mee op kunnen zetten. Waar we meubilair van kunnen kopen, waar de bouw van bekostigd kan worden. Dus ja, dat is geweldig. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Ik heb nog niemand gezegd vandaag. Helemaal goed. Ik ben Jeroen Wiertz, ik ben lijsttrekker en fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Nou, direct denk ik dat we de inwoners van Almelo veel meer bij de besluitvorming moeten betrekken. En wij willen bijvoorbeeld wijkbudgetten, zodat mensen in de wijk bijvoorbeeld in een commissie samen kunnen besluiten over hoe dat budget besteed moet worden in hun eigen wijk. Nou, ons verkiezingsprogramma heet Kansen voor alle Almeloers. Dus we vinden dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen, gelijke kansen om mee te doen. En we hebben 3 punten in het programma. Goed bestuur, goed onderwijs en een goed klimaat, dus duurzaamheid. Nou, het resultaat moet, maar dat zegt ons verkiezingsprogramma al, kansen voor alle Almeloers. Dus iedereen moet de kans hebben om mee te doen. Dus bijvoorbeeld meer mensen aan het werk. Dat zou het resultaat denk ik moeten zijn. En ook dat mensen tevreden zijn, meer tevreden zijn over de zorg die ze krijgen. Dat soort dingen. Dat soort dingen. En denk je dat het ook bereikt is na 4 jaar? Nou, natuurlijk niet helemaal. Hè, want wij hebben nooit volledige werkgelegenheid. Er zijn altijd mensen werkloos. Maar je moet proberen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. En daar gaan we voor. Circus Erasmini was donderdag weer in de stad. 3 voorstellingen gaven de leerlingen van het Erasmus VMBO in de sporthal en de eerste 2 voor leerlingen van de basisscholen. 's Avonds was het de beurt aan leerlingen, ouders en bekenden. Wat is er zo leuk aan clown zijn? Ik mag gewoon mezelf zijn. Gek. Heel onhandig. Ja.
Nou ja, het begon eigenlijk toen we mevrouw Averes vroeg of iemand mee wou doen. En toen zochten ze eigenlijk al clowns, maar niemand wou en ik wou wel. Ja, ik speel zelf hier mee. In bepaalde acts doe ik eraan mee, vrijwillig. En één act doe ik mee met mijn klas Spotstroom. Wij krijgen de normale vakken die andere kinderen op school ook hebben. Alleen wij hebben een extra vak, dat is dus sporten. In totaal deden er 54 leerlingen mee. In totaal vrijwilligers waren het 35 en 19 van de Sportstroom, mijn klas. We hebben best wel tijd van tevoren elke vrijdag geoefend. En een dag van tevoren heeft de TL-klas dit opgezet. En die avond daarvan hebben we een generale repetitie gehad om alles goed te oefenen. En zodat we de puntje op de i konden zetten, ja. Docent, havenzorging en ik verzorg heel veel van de BPV. Wat gebeurt hier allemaal? We hebben onze jaarlijkse Hair Awards, dat is een kapperswedstrijd. En dat hebben we ieder jaar en ons thema is dit jaar de rode loper. Dat is dus meer in de stijl van filmsterren en dergelijke? Zoiets, ja. De leerlingen hebben zich ook vreselijk uitgedost. Ze zien er ook allemaal heel erg leuk uit. Make-up aangepast, de kleding aangepast. Ja, en dat wordt dan beoordeeld strakjes. Hoeveel doen er ongeveer aan mee? Van ieder leerjaar, we hebben de wedstrijden opgedeeld in de leerjaren. En van ieder leerjaar doen ze allemaal mee. En sommige klassen zijn zo groot dat we gezegd hebben van de leerlingen werken op elkaar. En in totaal hebben we een 350, 400 leerlingen. De kapsels, die zijn vaak nogal uitbundig. Dat klopt, maar dat is ook de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat ze met dit soort kapsels de straat op gaan, maar dat het wat extravaganter is. Dat is dus voor de leerling, voor de student ook een uitdaging om dat te maken. Helpt dit voor de opleiding? Dit helpt zeker voor de opleiding en ook om creatief te leren denken. Want al gaandewijs, ze maken eerst een portfolio of een collage maken ze. En dan zijn ze in feite al bezig met het uitdenken van een kapsel. En dat brengt hun in feite dan strakjes op wat ze dan precies willen maken. En doordat ze creatief bezig zijn en dingen elke keer iets op een andere manier neerleggen, wordt het uiteindelijk het kapsel. En de buurvrouw is begonnen eigenlijk voor mensen die eenzaam zijn. Die zoiets hadden van, we zitten elke avond alleen in ons huis te eten. Hoe fijn zou het zijn als ze dat met anderen konden doen? En allereerst wil ik Peter van der Hout vragen om zijn verhaal te doen vanuit het Armoedepact.
Ja, goedenavond allemaal. Ik denk dat ik voldoende te verstaan ben. Dat lukt wel, ja. Welkom aan de minister hier in Almelo. Eet smakelijk. Almelo, een stad waar van alles te doen is. En een daarvan is ook het armoedepact. Mijn naam is Dina Pas. Ik ben hier namens Schotelmeijtje Almelo. Schotelmeijtje is een volledige 100% vrijwilligersorganisatie. Het beperkpunt is dat we proberen ook op gedragsverandering in te spelen. Hij zal ook al eens gewoon daar gaan staan, anders moet iedereen nu zien. Dat kun je vanuit het Rijk helemaal niet regelen, dat kun je wel vanuit de gemeente regelen. Vanuit de gemeente kun je veel meer doen om de armoede dicht bij huis op te lossen, vind ik een te makkelijk woord, want oplossen is het vaak niet eens. Maar wel met allerlei projecten, met allerlei organisaties en die samenleving aan de slag te gaan. En daarbij komt dat ook die gemeentelijke overheid, dat niet in zijn eentje kan natuurlijk. En het mooie, en we zitten bijna aan die gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk, het mooie ook van die gemeenteraadsverkiezingen is dat het moment is om het verschil te maken. Dat het moment is om die keuzes te maken die uiteindelijk de mensen in Almelo ook ten goede komen. Dus ja, ik vind het alleen maar bemoedigend als ik al dat soort verhalen hoor van voorbeelden waarvan ik sommige ken ik er ook gewoon nog uit mijn eigen wethouderspraktijk in Rotterdam. Aansluitend op het stukje armoedepact hebben we een heel klein winkeltje of niet iedereen hier open. En wat doen jullie met het winkeltje? Wat doen jullie daar dan in dat winkeltje? Kleding. Kleding. Dus je ziet iets om aan te trekken. Nou. Dat heeft daar wel mee. Tenminste hier in Almelo. Zeer goed. Dank je wel. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om hier te komen blijven, ondanks het feit dat ze in Enschede nu zitten te wachten. Je mag zo gaan reizen. De mensen hier, dank ook voor jullie geduld, want het is iets later geworden dan de bedoeling, maar jullie zijn hier toch maar en hebben je vragen kunnen stellen. Vond het heerlijk gegeten en de rest mij niks anders dan wel thuis en denk aan ons als u gaat stemmen 21 maart.